Dat is natuurlijk een vrij lastige, omdat ik als bijna 60-jarige een referentiekader heb van 40 jaar geleden. Ja. Maar ik vind de jeugd van tegenwoordig is natuurlijk heel erg snel, heel erg breed ook. Worden ook wel verplicht om heel gericht keuzes te maken, maar doen dat ook. Jeugd van tegenwoordig die beseft, zeker in Nederland beseffen ze heel goed, dat de wereld niet bij de grens met België en Duitsland ophoudt. Maar dat er zeker internationaal enorme kansen liggen. En ik denk dat ook zeker voor de jeugd van tegenwoordig juist daar de toekomst ligt. Er moeten nog zoveel trajecten in Nederland gebeuren, maar juist ook in andere landen om de toevoer naar Nederland, zeker in de scheepvaart, goed te laten draaien. Ja. Daar is ook een hoop kennis voor nodig. En daar zie ik juist mooie kansen voor de jeugd van tegenwoordig.